twee vrienden, scheidsrechter Gerard en voetballer Jos. Wat begint als een leuke wedstrijd, eindigt al snel in ruzie. Ze weten nog precies hoe het ging 35 jaar geleden. Jos tackelt een tegenspeler en laat onsportief gedrag zien. Gerard geeft hem er twee keer een gele kaart voor. Rood dus. En Jos die van wit en begon te trillen en te schoemen. En in één keer, hij zegt... Drain ze gewoon, schud de bal weer net zo hard in de muis. En zegt, dat moet ze ook zelf maar ophalen. Scheids Gerard heeft het er na 35 jaar nog steeds moeilijk mee dat hij zijn vriend toen het veld af heeft gestuurd. En daarom vindt hij het tijd om sorry te zeggen. En dat doet hij op een wel heel originele manier. Jos! Gerard! Goeiedag, kerel! Wat een onaangename verrassing! Ja, en nu heeft Gerard samen met voetbalbond KNVB de rode kaart alsnog ingetrokken. Ik waardeer het wel, ja. Ja, de KNVB dus, ja. Proost! Proost, jongens! Ja. Alles vergeven? Alles vergeten, vergeven en vergeten, ja. Okay, zeker, precies. Ja. Ja. Ja.